Ik zit op dit moment in een nieuwe auto die nog nooit eerder op de markt is geweest. Dit is namelijk de allereerste BMW i5 in de geschiedenis. Voor het eerst levert BMW de iconische 5-serie toch een van de ruggengraten van het merk uit Duitsland als volledige elektrische auto. En deze 8e generatie levert daardoor wel een mooi verhaal op. Mocht je nu meteen in de pennen willen springen met de mededeling: ik wil geen volledige elektrische 5-serie, dan kan ik je meteen al geruststellen, want hij komt ook met brandstofmotoren. Met 4 cilinders, al dan niet gekoppeld aan een plug-in hybride aandrijflijn, dus daarmee kun je deels elektrisch rijden. Maar met deze i5 kun je dus volledig elektrisch op pad. En er zit in ieder geval genoeg gang in, maar daar kom ik straks op. Eerst eventjes over de strategie die BMW hanteert met deze generatie van de 5-serie. Want in tegenstelling tot bij andere merken, koop je een 5-serie en kun je dus kiezen uit diverse aandrijfvormen. Bij Mercedes is dat heel anders, hè? Ga je voor een elektrische E-klasse, dan kom je uit bij de EQE. En bij de S-klasse geldt dat net zo goed als bij de EQS. Dan krijg je dus een andere auto die er anders uitziet van buiten. En ook een heel andere filosofie heeft qua ontwerpstrategie. En überhaupt een hele andere uitstraling. En persoonlijk vind ik dat niet echt een heel slimme zet van Mercedes. Want ik vind die EQ-modellen over het algemeen een stuk minder chic ogen dan de klassieke sedans die je van het merk kunt rijden. En dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar wat dat betreft snap ik de strategie van BMW wel beter. Je krijgt gewoon een 5-serie. Tussen aanhalingstekens, die er weliswaar op detailniveau anders uitziet. Je krijgt een andere neus met een dichte grill. Je krijgt, als je wilt, wat gekleurde elementen op je bumpers om te laten zien dat het een elektrische versie is. Maar als je dat niet wilt, kun je gewoon een dikke 5-serie voor je neus of voor je deur zetten. En dat is wel een aanpak die ik heel logisch vind. Wat trouwens ook goed nieuws is, zeker voor de Nederlanders die deze video bekijken: er komt ook voor het eerst in de geschiedenis een volledig elektrische 5-serie Touring. De i5 Touring staat voor februari volgend jaar gepland. Dan wordt hij onthuld en deze 4-deur sedan is vrijwel direct leverbaar. En dat is wel heel interessant, want daarmee komt BMW in een segment waar nog niet heel veel aanbod is. Hè? Een elektrische stationcar, zeker in dit luxere segment, is er eigenlijk nog niet. Maar goed, wat krijg je nou op het moment dat je zo'n BMW i5 kiest? Ik focus voor deze video bewust eventjes op deze elektrische versie. Hij heeft altijd een accupakket aan boord van 81,4 kWh, bruikbare accucapaciteit. En daarmee claimt de BMW dat je bijna 600 kilometer kunt halen. Daarvoor moet je wel op pad met de minst sterke versie. Er komen twee varianten. De e-drive 40 krijgt één elektromotor met 340 pk op de achterwielen. Die is dus ook klassiek achterwiel aangedreven. Ik heb daar gisteren in gereden. Dat is een erg prettige auto met inderdaad wel een beetje dat BMW gevoel met wat speelsheid op de achteras. En op het moment dat je gas geeft, dan gaan alleen de achterwielen worden natuurlijk aangedreven. Maar het is in ieder geval wel een auto die dat klassieke, in positieve zin, BMW gevoel meteen biedt. Je voelt daar een wat speelsere balans in dan in wat andere auto's. Maar mocht je daar niet op zitten te wachten of wil je meer vermogen, dan kun je ook kiezen voor de versie waarin ik nu rij. Onder andere voorzien van een stuur met een centraal streepje dat wil aangeven: dit is een sportieve variant van de i5. Dit is namelijk de M60, voorzien van twee motoren en X-Drive, vierwielaandrijving dus. En die twee motoren zijn samen goed voor een totaalvermogen van 601 pk. Dat maakt deze op papier ook meteen de snelste 5-serie die voorlopig leverbaar wordt. En ook het topmodel van de reeks. Er komt overigens ook een gewone M5 aan uiteindelijk. Maar 600 pk ruim en 820 Nm aan trekkracht. Daarmee heb je een auto die zeer riant in zijn vermogen zwemt. In dit geval rijdt er nu een Opel Astra voor me, dus kan ik even niet laten zien wat het prestatiepotentieel is van deze auto. Maar geloof mij, ik heb net eventjes op de snelweg wat acceleratieproeven gedaan. En wat je merkt is dat zeker deze versie met twee motoren natuurlijk ogenblikkelijk reageert zodra je stroom geeft. Dat is verslavend, zeker.
En hij blijft dat acceleratiepotentieel ook volledig benutten op het moment dat je, nou, laten we zeggen, wat illegalere snelheden haalt, hier in Portugal in ieder geval. Of dat je op de autobaan gaat rijden. Hij houdt die 200 km per uur best redelijk vol. Alleen, als je mij gaat vragen, voelt het nou zo extreem explosief zoals bij andere elektrische auto's in dit segment? Ik noem een Tesla Model S Plaid, ik noem een Lucid Air die ook meer dan een ton kost in Nederland. Dan heb je een, nou ja, een ander gevoel. Hij bouwt zijn kracht wat mij betreft vooral heel soepel op. Kijk, op het moment dat je 50 rijdt en je geeft stroom. Op dit moment is het wegdek een klein beetje nat. De wielen of de banden die zoeken naar grip op dit wegdek. En ik zat in no time op de 100. Dus ja, net als bij de i4 M50. Wat ook al een bovengemiddeld snelle elektrische auto is van BMW. Verkleint hij de regio om je heen, zeg maar. Hij zit verschrikkelijk snel bij de volgende bocht. En het verschil wat mij betreft in zo'n 5-serie ten opzichte van andere auto's die je in dit segment kunt kopen. De 5-serie is wat mij betreft als geen andere concurrent in staat om een comfortabel rijgedrag, wat je mag verwachten in dit segment, te combineren met een sportief randje. Dat begint al bij het moment dat je in deze auto stapt. Ook vergeleken bij zo'n Tesla Model S of bij een Mercedes EQE of een Lucid Air of een NIO ET7. Er is geen concurrent waarin je gaat zitten en meteen denkt, yep, ik zit perfect. Hier voel ik me thuis en hier heb ik zin om bochtjes te gaan knallen. In zo'n 5-serie ga je zitten, de stoel is perfect verstelbaar, het stuur kan ver naar je toe. En dat is toch nog steeds typisch BMW. Dat zou voor mij een reden zijn om deze auto in eerste instantie meteen al na het eerste moment bovenaan mijn lijstje te zetten. Je zit echt uitzonderlijk goed in een 5-serie en ook in deze i5. Ook als je wat langer van stuk bent zoals ik. En dan biedt BMW, zoals we dat van het merk gewend zijn, een hele reeks aan onderstelkeuzes. Het standaard onderstel, daar heb ik tijdens deze introductie niet mee gereden. Gisteren reed ik wel in de e-drive 40 die van een adaptief onderstel voorzien was. Nou, dan merk je dat je door de verschillende MyModes te selecteren de elektronisch geregelde dempers kunt aanpassen, waardoor je meteen wel een duidelijk verschil in karakter voelt. Dat heeft deze auto ook. En kun je kiezen voor zaken als vierwielbesturing. Hij heeft sowieso variabele stuurbekrachtiging die dus al naar gelang de snelheid en je rijgedrag zijn reactiesnelheid aanpast. En hoewel het nou niet zo superscherp is als je wellicht zou hopen in sommige gevallen, ja, gedraagt die besturing zich wel zoals je wilt. Zeker in zo'n grote auto. Hij is voor het eerst in de geschiedenis, de 5-serie, langer dan 5 meter. 5 meter 6 is die. Maar dankzij al dat soort systemen, ja, het is een beetje een cliché in autoland, maar krimpt die auto als het ware om je heen. Ik heb werkelijk waar geen moment het gevoel dat ik in een hele lange, luxueuze zakensedan rijd, terwijl dat wel het geval is. En als je daar gaat zitten in deze auto, dan zie je het moderne BMW-dashboard zoals we dat tegenwoordig kennen. Dus voorzien van feitelijk 2 schermen die in een soort curved display zijn gevat voor je neus. Dat ziet er netjes uit en BMW heeft zijn best gedaan om het toch wel wat onoverzichtelijke menu zoals je dat bijvoorbeeld in een iX hebt wat te vereenvoudigen. En nu heb je altijd, zodra je op het homescherm klikt, de navigatiekaart voor je neus. En er zitten links van het beeld zeg maar wat voorkeuze menu's die meteen op afroep beschikbaar zijn. Zodat je niet in die enorme lading apps hoeft te gaan zoeken die je vindt als je een knopje naar rechts indrukt. Dus nog steeds vind ik het niet optimaal hoor. Er is wel heel veel keuze en dat terwijl BMW het hele iDrive systeem vroeger zo perfect had geminimaliseerd. Je had toen een paar fysieke menutoetsen en de rest deed je met die draaiknop. Dat systeem zit er nog steeds wel, maar wat mij betreft heeft dat digitale scherm nu te veel de hoofdrol in het bedienen van de auto. Wel is prettig dat je veel dingen ook met stemcommando's kan doen. Dat maakt die auto wel wat handzamer tijdens het rijden. Dan hoef je gewoon alleen maar op het knopje op het stuur te drukken en dan kun je die auto bedienen. Vind ik persoonlijk prettig werken, zeker omdat de auto je snel en goed begrijpt. Qua rijhulpsystemen is er ook nog wel een noviteit te melden, want deze BMW is de eerste die leverbaar wordt met een Highway Assist, waarmee je met alleen kijken de auto van rijstrook kan laten verwisselen. Ja, dan houdt hij zeg maar de situatie om de 5-serie in de gaten door middel van camera's en sensoren.
En op het moment dat hij bijvoorbeeld een langzamere auto voor je ziet rijden en hij weet dat de linkerstrook vrij is, dan geeft hij een signaaltje, zodat je naar links kunt. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te bevestigen door naar de spiegel in kwestie te kijken, waarna die van rijstrook wisselt. En ik heb dat gisteren even mogen ervaren. Het is nog niet toegestaan in Nederland, maar het werkt echt fabelachtig. Hij reageert snel en het is daardoor zo comfortabel dat je zelfs niet eens met je handen aan het stuur hoeft te zitten om van rijstrook te wisselen. Het is een kwestie van tijd voordat het wel mag in Nederland. Waarschijnlijk duurt het een tijdje voordat die regels worden aangepast. Maar zodra dat gedaan wordt, dan kun je dus een auto bedienen door alleen maar met je ogen een bepaalde richting uit te kijken. Dat is toch wel geinig. Goed, het feit dat dit de eerste volledig elektrische 5-serie uit de geschiedenis is, levert natuurlijk wel wat nieuwe vragen op. Zoals, hoe ver kom je nou daadwerkelijk met zo'n auto? Nou, ik rij in dit geval in de M60, de xDrive M60, dus met die 601 pk. We hebben net wat bergwegjes gereden met een bovengemiddeld enthousiasme, zal ik maar zeggen. En ik heb nu 74% van de batterij nog over en ik kan 252 kilometer. Nou, BMW claimt dat je tussen de 516 en 582 kilometer kunt halen op een volle lading. Dat is oké, gezien het segment. Maar dat is dan wel weer de realiteit. Er zijn concurrenten die op papier 7 tot zelfs 800 kilometer kunnen halen op een laadbeurt. En ja, dan claimt BMW weliswaar dat ze technisch gezien leider zijn in het segment der elektrische auto's. En dat ze veel modellen hebben met elektrische aandrijving. Dat is natuurlijk wel zo. Ze hebben de iX1 tot aan de iX en de i7. Maar deze i5 moet ze meerdere erkennen in bepaalde concurrenten. Als het puur op rijkwijde op papier uitkomt. Ik heb deze natuurlijk pas net onder de bibs. En kan hem niet één op één direct vergelijken nu met de concurrenten. Maar het is zeker niet slecht. Ik bedoel, hoe vaak rij je nou meer dan 500 kilometer per laadbeurt of per rit? Maar er zijn concurrenten die het beter doen. Hetzelfde geldt ook voor snelladen. Hij haalt op papier 205 kilowatt. Dat is best oké, maar een Tesla Model S haalt 250. En BMW zegt dan, ja, maar onze auto houdt de piek vrij lang vast tijdens snelladen, waardoor je van 10% tot 80% acculading in een half uurtje kunt bijtanken, zo gezegd. Ook daarbij, ja, BMW rekt de grenzen niet op dat vlak, hè. Echt een voortrekkersrol hebben ze simpelweg niet op dit vlak. Dat hebben ze wel op het gebied van het rijden, zoals ik al zei. Deze auto steekt met kop en schouders qua dynamiek, qua combinatie van comfort en sportiviteit wel echt boven de concurrentie uit. Dat doen ze erg goed. Ook wel een duidelijk signaal trouwens dat BMW heel bewust zichzelf een beetje aan het verjongen is. Is het feit dat tijdens het laden je kunt profiteren van allerlei nieuwe systemen die ze in het infotainment systeem in deze i5 hebben gestopt. Via het scherm kun je bijvoorbeeld YouTube kijken. Nou, dat kennen we ook van Polestar en van Tesla natuurlijk. Maar je kunt in Duitsland bijvoorbeeld, als je voetbalfan bent, ook een Bundesliga app downloaden voor je 5-serie. Waardoor je tijdens het laden voetbalwedstrijden kunt kijken. Nou, geinig als je in je eentje zit. Je zal nooit lang genoeg staan om de hele wedstrijd te kunnen kijken natuurlijk. Maar vooruit, het feit dat het erin zit is best origineel. En als je met je kinderen of je vrienden of partner op pad bent, dan kun je door middel van het AirConsole appje je smartphone koppelen aan het systeem van de auto. En kun je tot met wel 7 mensen tegelijkertijd multiplayer games spelen. Nou, dat is natuurlijk een beetje aanhaken op de trend die Tesla heeft gezet met de games tijdens het laden. Want in een Model 3 of een Model Y of een Model S kun je dat al jaren. Maar in een BMW kan je dat nu dus ook. En het zal vast een instrument zijn om zeker kinderen tijdens het laden of tijdens een regenbui wat tevredener te houden tijdens een stop die je dan af en toe toch moet doen. Dus ja, BMW probeert zich een beetje te verjongen en te vernieuwen. En dat is best een geinige gimmick. Ik ben heel benieuwd hoe vaak je het zelf zult gebruiken. Want de meeste i5-rijders die zullen waarschijnlijk aan zakelijke taken toekomen zodra ze even stilstaan om te laden. En dan zit zo'n gameconsole er natuurlijk vooral voor de vorm in.
praktische inzetbaarheid trouwens. Ik sta nu toch even voor een verkeerslicht. Meer ruimte dan ooit voor vijf inzittenden. Je hebt meer beenruimte vanwege een langere wielbasis. En de kussens in de achterbank zijn comfortabeler gemaakt ten opzichte van de vorige generatie. Dus de mensen die daar zitten hebben ook niks te klagen over hoe ze kunnen zitten. Voldoende been- en hoofdruimte trouwens viel mij op. De achterbak ook. Je hebt geen gekke hobbels onder de bagageruimtevloer. Er is wel wat weinig aflegruimte voor bijvoorbeeld je laadkabel. Er is geen frunk aanwezig. En de achterbak heeft niet een heel diepe bak onder de bagageruimtevloer. Dus dat is iets minder gunstig dan bijvoorbeeld in een Tesla Model S die daar wel uitblinkt. Maar krap is die ook weer niet. Zo is het ook. Dus qua elektrische auto zie je dat ze op sommige punten nog steeds een klein compromis hebben ten opzichte van de concurrentie. Maar mensen die een 5-serie gewend zijn, die komen niks tekort. Want hij is minstens zo ruim als de vorige generatie. En in het passagierscompartiment zelfs ruimer dus. Hoppa. Ja, er zit zo ongelooflijk veel kracht in die auto. Dat is vermakelijk en zeker op het moment. Kijk, ik rijd nu over best wel slecht wegdek en dan kan hij dat ontzettend goed aan. Die combinatie van goed stuurgevoel, een perfecte zitpositie en een rijgedrag en een onderstel karakter dat van de buitencategorie is. Dat hebben ze bij BMW nog steeds uitstekend voor elkaar. En dat is een grote glimlach die deze i5 op je gezicht tovert, die minder groot is bij bijvoorbeeld een Tesla of bij een Mercedes EQE die vooral op comfort is gericht. Dit is heel knap, heel prettig. Er zit trouwens ook nog een boost-knopje aan het stuurwiel, waarbij je 10 seconden lang een soort overboost-functie creëert, waardoor je die 10 seconden lang optimaal het maximale vermogen van de elektromotoren kunt benutten. Maar ik rij op dit moment in een Portugees stadje, waarbij dat niet heel erg sociaal geaccepteerd is om dat te doen. Maar die functie zit er in ieder geval op en dat is een hele duidelijke conclusie. Je komt bepaald geen kracht tekort in deze auto en dan is het nog een understatement. Maar is het zo explosief of zo hooliganachtig zoals een Tesla Model S plaid? Nee, dat is niet het geval. En die 3,8 seconden van 0 naar 100 is ook niet zo snel op papier tenminste als sommige concurrenten. Dus er is wel degelijk ruimte voor een nog extremere versie. Aan de andere kant, dat is ook een beetje een wapenwedloop op papier. Hè? Hoe vaak gebruik je nu meer kracht dan dit? Dit is echt al meer dan voldoende. En het feit dat die auto je continu ook het gevoel geeft dat je controle houdt. Af en toe wat wielspin op nat wegdek, maar dat is op zich ook nog wel een spannend randje. Maar over het algemeen veel controle in het gevoel van de auto, in de body control. Je kunt hem ook krijgen met een actieve rolstabilisatie, waardoor hij de bewegingen van de koets meer onder controle houdt. En zeker op het moment dat jij al die systemen aanvinkt op je bestelformulier, dan heb je een auto die qua rijgedrag bovenaan de apenrot staat. Tuurlijk kies je voor wat minder luxe systemen en wat minder dure technologie. Dan zal die iets gemiddelder rijden, maar nog steeds ten opzichte van de concurrentie is het nog steeds een echte BMW 5-serie met alle pluspunten van dien, alleen dan volledig elektrisch. En ja, op papier scoort die op sommige punten minder dan de concurrentie, maar je hebt wel een BMW 5-serie voor je deur staan. En heel simpel, dat is ook wat waard. En dat weet BMW natuurlijk donders goed.